hij schiet dan weer. Bij die tweede schietpartij raakt ook nog een tweede persoon gewond. Die loopt dan naar het stadsdeelkantoor, of nee, naar ons politiebureau. Die is niet zwaar gewond. Vervolgens loopt de dader richting Oosterpark. Oosterpark wordt dan afgezet en we horen dan ook meerdere schoten. Vervolgens loopt hij door naar de Mauritskade. Mauritskade schiet hij ook verschillende keren. Ook op politieauto's en op politiemensen. Een collega wordt geraakt, zeg maar. Maar heeft het toch vast aan redelijk motor. Valt wel, maar is nog niet zwaar gewond. En daarna wordt op de verdachte geschoten en die is in zijn been geraakt. Heel duidelijk zijn. De Spanjaarden hebben ons bek niet kunnen snoeren. De Fransen hebben ons bek niet kunnen snoeren. In de donkere periode van onze vaderlandse geschiedenis hebben ze ook onze bek niet kunnen snoeren. Want wij laten onze snoer niet snoeren. Door niks en door niemand. Wat zegt hij? Ik zeg. Hoofddoek is onderdrukje van vrouwen, symbool. Wat heeft dat hiermee te maken, meneer? Echt te maken, die gedacht moet dood. U moet ook rustig praten. Die gedacht moet dood, weet je? Rustig praten. Die gedacht is geen paarheid voor de wereld. Jij weet het niet. Jij begrijpt het niet. Nee, want ik leef hier gewoon samen met mensen. Nee. Ik leef gewoon samen met mensen. En jij komt hier gewoon te schreeuwen. Weet je waarom? Mensen verstaan je niet. Jij bent een profeet, je kan elkaar gedachten lezen. Nee, staat in de Koran, al-Qawwamuna al-Rijal al-Qawwamuna al-Nisa. Betekent, man is baas op een vrouw. Wat betekent dat? Wat heeft het hiermee te maken? Wat heeft Ali gezegd? Wat Theo van Gogh gezegd? Zelfde persist. Wat heeft het hiermee te maken, meneer? Zelfde persist ervoor. Meneer, wat is liefst? Laat me praten. Vrouw moet geslaagd worden. Wacht even. In de Koran staat. Laat me praten. Niet waar. Ik ga je uitlachen. Ik lach je uit. Ja, want je kent het niet. Hij probeert te zeggen dat. Homoseksueel is vies. Is dat of niet? En zeg het ook niet. Wat betekent? Wat heeft dat hiermee te maken? Jij woont in een land dat bijna 40% zijn homo. Je bent gefrustreerd, meneer. Zonder respect heb je. Hij kan ook schreeuwen. Hij kan ook schreeuwen. Luister, meneer. Maar nu de minderheid, de mindere islamieten zijn hier in dit land. Want we zijn in de meerderheid, want hier wonen 15 miljoen. Geen probleem. Als je een homofiel hier ook even irritatie bij een homofiel gaat doen. Wel problemen. Krijg je de hele Nederland achter je rug. Zo is dat. Ik ben rustig. Een discussie met de vluchtelingen. Iedereen is tegen oorlog. Niemand wil dood. Niemand wil volgens ons dood krijgen. Ja? Maar je moet kijken naar het beginsel waarom zulke stomme dingen gebeuren. Daar moet je naar kijken. Maar daar kijkt Nederlanders nooit naar. Ze kijken van een Marokkaanse jongen die daar heeft een Nederlander vermoord. Oh. Zo hoor je niet te kijken. Je moet kijken naar waarom is die man vermoord. Het is niet goed te praten. Maar waarom? Laten we eerst even omgaan. Laten we even de integratiebeleid een beetje veranderen. Ja, dan kan het misschien beter gaan. Mensen voelen zich hier achtergestoten. Mensen die wonen hier al 20 jaar moeten opeens meer ik, jij, wij zijn. Jullie zijn het nog gaan leren. 20 jaar geleden moesten dat mensen. Fantastisch dat hier in Amsterdam zelf het koning van de vrijheid. Dus ik kan het niet geloven, want juist dat heeft me aangetrokken. En dan kan ik niet begrijpen dat dat hier dus gebeurt. De mensen zouden toch zo ver moeten gaan. Protesteren, spandoek. Ik vind alles goed dat voor en tegen moet zijn. Eren, ja? Iemand als Harry Moeders een boek schrijft, dan kan ik zeggen van... Nou, ik vind het een rotboek op wanneer iemand anders een boek schrijft. Maar de Bijbel is ook een verzameling van boeken. Dan mag toch ook zeggen, het is onzin. Waarom mag je niet van een godsdienst zeggen? Ik vind het een onzinnige godsdienst. Tuurlijk mag ik. Jullie mogen zeggen wat ik nou zeg. Het is een onzinnige gedachte. En je mag ook zeggen van, nou, er is een God in de hemel. Mag ik ook zeggen, het is onzinnige godsdienst. Maar dan mag ik dus wat de islam mag ik dat dus niet zeggen. We mogen wel alles over de christendom zeggen. Nee, je mag vrij. Wij Nederlanders moeten vrijdenkers blijven. Gewoon vrij kunnen denken. En vrij kunnen denken wat we zeggen. En niet zeggen van, oh, als het iemand heeft een of andere godsdienst 5000 jaar geleden gedacht. Tjonge, dat is een museumstuk. Daar mogen we dus niet aankomen. Belachelijk toch? Ja, maar dat is toch belachelijk? Houd er toch eens een keer mee op. Dat zou inderdaad niet zeggen.
werden gebouwd. Ja, en meneer die... Nederland is helemaal vol. Hou er nou mee op. Dat zijn de problemen. We gaan wel naar de Dam en we hebben het over die vakbonden. Maar ze durven eigenlijk dus niet te zeggen wat er in de volk leeft. Want waarom kunnen we onze eigen zieken niet verzorgen? Waarom zijn er geen huizen genoeg? Waarom is dat? Omdat het loon overvol is. Ik kan er niks aan doen. Vanavond moet iedereen naar de Dam komen, 7:30 spreekt burgemeester Cohen. En daar moeten er 10.000 staan. 100.000. En die moeten hun mond open doen en schreeuwen. En niet met beertjes en kaarsjes. Dat kan toen niet de ziel overgedaan. Dat is het en dat is hij. Dus ze zijn allemaal. Goed, maar nou krijgen we dus dat de mensen naar de Dam gaan. 7:30 op de Dam. Ja. Sterft die man niet voor niks gestorven. Ik vind het wel schrikkelijk.